De gemeente gaat een groot deel van de scholen overdragen aan de onderwijsorganisatie O2G2. O2G2 is sinds 5 jaar verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de stad. Omdat 16 schoolgebouwen, zoals vensterscholen, ook andere huurders hebben, kunnen die niet worden overgedragen. Daaronder zijn ook enkele scholen die in de toekomst niet meer gebruikt zullen worden. Voor 9 scholen geldt dat de overdracht nog onderzocht moet worden. 23 van de 48 scholen worden binnenkort overgedragen aan O2G2. En dat betekent dat we het juridisch eigendom van de schoolgebouwen overdragen aan O2G2. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat ze, zolang zij met een school in een van de gebouwen zitten, dat zij daar volledig zelf zeggenschap over hebben. Zij gaan ook over het binnenonderhoud, over het buitenonderhoud. Ze hebben er dan ook zeggenschap over wat daar gebeurt en hoe ze dat gaan doen. Dat heeft juridisch eigendom tot gevolg. Het economisch eigendom, dat betekent wanneer een school eruit gaat en de grond weer teruggeleverd wordt, dat blijft bij de gemeente. Maar niet alle scholen gaan dus over. We hebben van de 48 scholen die wij hebben, doen we er 23 over in het juridisch eigendom. In totaal 16 niet. En dat betreft een aantal multifunctionele gebouwen met veel meer huurders dan alleen de school. Daar is het gewoon simpelweg te ingewikkeld. En 9 hebben we nog in onderzoek. Over de 9 locaties die niet worden overgedragen, informeert het stadsbestuur de raad te zijner tijd.